we zijn hier zo in de parochie van pastoor Rob Leysen. Wij hebben hier zo kunnen lezen van een voedselbank Rotterdam operatie Sluitpost. Van waar de naam Sluitpost? Actie Sluitpost, dat is een actie omdat de voedselpakketten van de voedselbank steeds schaarser worden, ongezonder. We zagen heel veel chips erin zitten, sausen, ongezond eten. Pakketten waren ook half vol. Pakketten waar mensen eigenlijk geen week meer konden doen. Toen hebben we gedacht van, wij gaan als gezamenlijke kerken hier in Noord de pakketten weer aanvullen op een gezonde manier. Dus dat hebben we gevraagd aan de kerkgangers de afgelopen 2 maanden. Als de ene kerk nu peen en uien meebrengt en de andere kerk de aardappels en die doet de appels en die doet de bloemkool. Dat verzamelen we hier allemaal in de kerk en dan wordt het verdeeld over 2 uitdeelposten in het oude Noorden. Lispleinkerk, kerkgemeente van de Samaritaan, en hier de katholieke kerk, die verdelen samen alles wat binnengebracht wordt. En daar kunnen we 100 voedselpakketten mee vullen. En dan, als je uitgaat, dan achter elk voedselpakket ook weer een gezin zit vaak. Dan hebben we bijna 200 mensen die we elke week voorzien van gezond voedsel. Wat merken we? Die sluitpost wordt steeds kleiner. Zelfs zo klein dat er nog ineens meer ruimte is voor de gewone dingen te kopen. De tandpasta, het verse fruit, het gezonde eten. Dus de sluitpost is een naam waar zegt van ja, we hebben geen geld meer om de eindjes aan elkaar te knopen. De vraag is namelijk van, zijn er mensen die er echt open voor staan, mensen van de week die zeggen van ja, we willen het wel. Ja, ja, wat je ziet is wat mij verrast heeft, niet verbaasd. Ik had erop gehoopt dat het zou gebeuren. Die kerkgangers brengen het elke week mee. In mijn eigen parochie, penen en uien moeten ze meebrengen. En elke week zie ik mensen met penen en uien naar de kerk komen. En ik zie ook dat wijkbewoners hier bij de deur aanbellen. Van hier heeft u nog wat van ons. En we hebben een groenteman in de wijk, hier in de Zwart-Janstraat. En die, wat we tekort kopen, kopen we hem. En Rinus, die staat daar bij zijn kraam in de hoek Zwart-Janstraat, Jacob Katstraat. En die levert al het fruit zonder er 1 cent aan te verdienen. En ik zag net een bonnetje van, ach, die bloemkolen die ik erbij doe, die zijn gratis. Dus het is niet alleen een actie van de kerken, ja, maar ook van de wijk. En wij willen gaan proberen om de wijk de komende maanden er meer bij te betrekken. Dus eigenlijk geeft u een signaal door aan de gemeente Rotterdam dat er een verroedering en verarming in onze samenleving langzaam de kop op doet. Ja, ja, ik denk dat de gemeente Rotterdam zich daar echt van bewust is. De gemeente Rotterdam zit ook met zijn handen in het haar met al die bezuinigingen. De vraag is, wie moet het oplossen? Dat zijn allemaal grote vragen. Wat wij kunnen doen, is proberen met elkaar onze verantwoordelijkheid te nemen. En ook, en dat mag je van ons verwachten, want wij zijn christen. Wij leven vanuit een overtuiging dat we graag willen delen ten gunste van de mensen die het minder hebben. Maar mag iedere geloofsovertuiging hier aan meedoen? Iedereen mag eraan meedoen. Het gaat niet om of je gelovig bent of niet gelovig. Het gaat erom dat mensen goed te eten moeten hebben. Voldoende en gezond. Nou, dat gaat dwars door alle grenzen heen. Dat heeft niks met gelovig te maken of niet gelovig. Mensen moeten hebben gewoon... Er is soms honger in de wijk. Voelt de parochie, de kerk zich geroepen hiervoor? Ja, dat is een goede vraag. Daar kan ik een heel groot verhaal vertellen. Ik zal het kort vertellen. Wij worden opgeroepen als christenen om, zoals wij dat noemen, werken van barmhartigheid te doen. Die staan in het evangelie van Matthäus. Daarin roept Jezus Christus onszelf op om de hongerigen te voeden. Net zoals de zieken te bezoeken. En de vreemdeling gastvrij op te nemen in ons huis. Aandacht te hebben voor mensen die het minder hebben. Het staat in de Bijbel en het is een hele concrete vertaling van wat Jezus Christus ons iedere week, iedere zondag zegt
in zijn boodschap. Nou, zo eenvoudig is het. En als andere mensen dat doen zonder de inspiratie, prima, des te beter. Ik denk dat iedere mens hier in deze stad geroepen is om de ander te helpen, bij te staan. We gaan een actie starten, we gaan flyeren, we gaan posters ophangen bij de winkels, bij Bas van der Heijden, bij Ooghoek Optiek, hier in de wijk, waarin we de mensen vragen, breng dinsdagochtend, iedere dinsdagochtend is het mogelijk, tussen 10 en 11 uur staan de garagedeuren van onze kerk, tussen het Jan van der Ploeghuis en de Hildegardeskerk, staan wagenwijd open om mooie bloemkolen in ontvangst te nemen, gezond fruit, goede kroppen sla, en alles wat de mensen binnenbrengen, dat wordt verdeeld over de gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank. En als dat zou lukken, nou, dan ben ik een heel gelukkig mens.